Welkom bij UMedamlik de podcast. De podcast waar de verhalen van UMedamlik magazine tot leven komen. Na elke aflevering nemen we je mee op een leuke ontdekkingsreis en gaan we in gesprek met de mensen die ons magazine maken tot wat het is. En vandaag gaan we in gesprek met een van de vrijwilligers van rondom. Het leukste festival rondom de draverij van Medemlik. Mijn naam is Peter Commendeur. Welkom bij You Made Blik, de podcast. Vandaag is uh, Lars Kuipers bij mij te gast. En we gaan het hebben over, on, over de prominenten van uh, Rondom. Ja, want die hebben we. En uh, die mogen allemaal aantreden. Lars, wat leuk dat je er bent. Goedemorgen, Peter. Ja. Eh, eh, tel eens wat over jezelf, Lars. Want je bent Lars Kuipers en uh, echte Medemblikker. Ja, geboren in Getogen. 34, ja. 34 jaar. Woonde op de Hoge Steeg. En al heel lang vrijwilliger gewoon rondom. Ja. ja, want uh, 34, maar ja, uh, het festival is ouder dan jij. Ja, het, uh, een stukje ouder. Niet heel veel ouder, maar wel een stukje ouder. Ja. Dus, uh, ja, dat, uh... Een paar jaartjes ouder. Ja, Dus ik ben er zomaar in gerold. Je weet ook niet uh, beter dan dat het er altijd was. Nee, gelukkig niet. Het was altijd een weekend om naar uit te kijken, laat ik zo zeggen. Ja, en het is heel erg gegroeid hè, in de laatste uh, jaren. Maar vertel, ja. uh, wat doe je in de dagelijks leven? Ik uh, werk bij BM, Bouwmaterialen in Hoorn. Ik zit ja. op kantoor uh, als uh, binnendienstman, ja. dus uh, ik help klanten met uh, orders en offertes en uh, ja. dat doe ik nu drie jaar. En hiervoor zat ik uh, bij de brouwerij in Ik kom ja. komen veel mensen bekend denk ik. Ja. Maar de horeca was toch niet helemaal mijn, uh, mijn passie, laat ik het zo zeggen. Ja. Dus nee dat, dat, dat is mooi dat je dat uh, onderzocht, maar je hebt, daarvoor even, was je bij uh, een kledingwinkel aan het werk? Ja, bij Gregory. Gregory. Negen jaar gezeten. Ja. Dus ik ken heel veel medemlikkers en heel veel medemlikkers kennen mij ook. Ja, dat, dat, dat kan ook niet altijd. Nee, dus uh, dat is altijd wel leuk. Uh, ja, dus ik, ben, ik werk, eigenlijk, werkte me heel even aan de nu in Horen, dus moest uh, ja. voor me ook wel even wennen. Het hey, dus, betekent wel dat je je horizon een beetje verbreedt. Uh, heb je met, ook met horinese te maken uh, of hoornaars, wat zijn nee, dat niet, eigenlijk? Ja, Horinezen volgens mij. Ja, ja. Niet, of... Ik heb niet echt met Horinezen te maken, gelukkig. Nou oh. ja, gelukkig. <laughs> ik, ik heb niet zoveel met horen eigenlijk. <laughs> nee, 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 nee. We houden dat ook bij een Medemblik. Maar goed, weet je, uh, het is altijd goed om je horizon te verbreden. Zeker. Want als je dat doet, dan uh, kom je weer op ideeën waar, uh, waar anderen heel veel succes mee hebben. Ja. En soms denk je wel eens van hé, hey, wow, 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 dit, dit, dit zou ook in medeling heel goed kunnen. Ja, je hoort heel veel dingen om je heen ook. Natuurlijk op, op, als je naar een ander werk gaat, hoor je andere ideeën van iedereen. En ja. uh, soms kun je dat ook meenemen naar het inderdaad het weekend van uh, rondom. Ja, en precies. soms ook niet. Maar uh, het is nee. altijd goed om meer mensen te kennen en horen het te verbreden. Eens. Ja, hoor. Hey, en uh, Hoe zou je jezelf omschrijven als je, als je zegt van nou, dit is las. Uh, sociaal, humor. Ja, dat is eigenlijk de twee dingen die ik. Uh, familie, mensen ook nog wel. Heb je, heb, je, heb je een relatie? Uh, nee, niet echt. Ik heb wel iemand ontmoet. Dus, uh, ja. Wie weet wordt het wat. Wie weet wordt het wat. Ja, ja ik, ik uh, kan ook niks zeggen. <laughs> nee, 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 nee. Maar ja, het zou misschien wel leuk zijn om je een beetje te zetten in dat opzicht. Zeker. Want daar heb je wel een beetje de leeftijd voor. Ja, 34, ja. ja. Wordt ook wel weer alweer een keer. Nou ja, wordt normaal geen tijd, maar uh, het zal wel een keer leuk zijn. Ja, het is nou ge ja. Geen zei mein, hij uh, uh, trouwens. Dus uh, nou ja, oké. Okay. Maar ja, dan, dan moet ze maar integreren. Denk ja, ik. dat zei ik ook al tegen haar. <laughs> ze komt wel als het goed is naar de rondom weekend, dus dat is, uh, oh, ja, ja, nou, spannend, man. Ja. Leuk, ja, leuk, ja, leuk. Hey, en uh, even kijken hoor. Um, ja, je hebt uh, ook hobby's. Ja, uh, een aantal. In ieder geval, eentje heb ik gezien. Want daar ben, jij ben altijd van van oudsher een beetje aan het wielrennen. Ja, klopt. Na de coronatijd wat meer. Meer. Toen uh, nou, kreeg je toch wat meer vrije tijd. Want ja, uh, ja de voetbal ging niet door. En uh, dan ga je toch met je vrienden wat anders zoeken. Toen heb ik toch wat vrienden meegenomen die, uh, die ook wel wat fietsen. Dus ik ben nu wel redelijk fanatiek aan het fietsen de laatste 4, uh, 5 ja, jaar. Best wel fanatiek, nieuwe fiets gekocht. Dus uh, dat is wel een van mijn hobby's. Ja. Dus verder voetbal ik nog, hardlopen. Nou, ja, uitgaan. Vind ik het leuk, leuk. Ja, tuurlijk. Dus uh, nee, dus uh, ja, ik. Uh, nou, ik fiets wel veel, dus ik wil volgend jaar een kwart-triathlon uh, gaan doen. Dat is mijn uh, idee. Quat, een kwart-triathlon. Kwart oh, ik verstand. <laughs> nee, kwart met een R. Een kwart-triathlon, ja. kwart maar dat is evengoed een, een, een behoorlijke opgave, denk ik. Ja, van een oh. kilometer zwemmen, 40 kilometer fietsen en dan 10 kilometer hardlopen. Ja. Dus ik ben benieuwd. Nieuwe doelen, dus dat is wel leuk. Ja, nou, het is mooi om je, ja. om je ergens naartoe te werken. En dat Zeker. is uh, natuurlijk goed voor je gezondheid. Ja, dat is ook belangrijk. Want uh, en jouw vader en, en je moeder. Ja. Die, uh, nou ja, moeder is uh, helaas uh, veel te jong overleden. Ja, helaas wel. Maar die, wel. Ja. Maar die uh, brakenboer, maar die Kuipers was ze eigenlijk. Op zijn. Ja, maar ze was echt een brakenboer hoor. Ja, bleef ik. Ja. <laughs> <laughs> ik ben echt kind maar, van mijn moeder, zeggen ze altijd. Ja, en uh, hoe heet het? Uh, en. Uh, Jouw vader is natuurlijk Dick, Dirk Dirk Dirk. Ja, Dirk Kuipers. Ja. Wethouder ook in uh, Medemblik geweest. Ja. Mensen, jullie staan, hebben, staan altijd eigenlijk midden in het sociale leven van uh, Medemblik. En dat klopt. Heb jij met de paplepel ingegoten gekregen? Dat kan niet anders. Ja, dat heb ik goed meegekregen. ja. Met mij, met mijn zusje en mijn zus ook hoor. Dus ja, dat, uh, ja, 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 ja. Uh, ja. en dat is alsofijn, als fijn ja. dat je het meegekregen hebt. Ja, zeker. zeker, ja. zeker, zeker. Hey, en uh, nou, uh, wat is jouw eerste herinnering aan rondom? Want uh, wanneer dacht je bij jezelf, oh, wat is dit? Uh, nou, ik woonde vreemd de Bangert, ja. waar mijn vader nog steeds woont. En, ja. en dat je natuurlijk altijd de kermis. Ja. Uh, die is nu helaas de weg daar. En ja, dat was toch altijd als de kermis kwam, dan ging er wat gebeuren als je heel jong zeg maar. Ja. Dus dat was wel een van mijn herinneringen. En ik weet nog heel goed dat. Um, ik, ik was zo'n jaar of zes volgens mij. En toen uh, um, was ik op de kermis. En toen uh, ging ik naar binnen om eventjes uh, te plassen. En toen uh, kwam mijn moeder binnen. Die had natuurlijk een paar biertjes op. En die uh, had niet door dat ik uh, aan het plassen was. Dus die komt binnen en gaat naar buiten en doet de deur op slot. Ah. En ik had geen, de, geen sleutel. Dus ik roep nog, mam, mam. Maar die hoort niet. Dus dat is ik zo lang voorbij gaan. Dus ik was opgesloten in, met de draperij. of met een rondom weekend. En iedereen liep natuurlijk langs. en Dus, dus klopt klopte de ramen, het was over face. Dus iedereen zwaait naar me, maar ik kon de deur niet uit. Dus ik moest wachten tot er weer iemand kwam. Dus ik heb daar een uurtje binnen gezeten. Dat was wel uh, heel grappig. Getrap. Ja, hoe oud was je toen? Ja, voor mij een jaar of zes, zeven, denk ik. Ja, 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 ja. ja, 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 ja. Dus dat uh, herinner ik nog wel uh, vaag ergens. Dat uh, blijft me altijd wel bij. Dat, uh, dat zijn herinneringen voor het leven. Ja, ja, prachtig. Hey, en uh, goed, dus. En uiteindelijk uh, word je natuurlijk wel wat meer betrokken bij het rondom. Uh, je wordt wat ouder. Uh, je gaat ook zelfstandig uh, uh, natuurlijk de tenten opzoeken. Ja. Uh, activiteiten. Welke activiteiten doe je daarna heb je daarna meegedaan? Uh... Nou, in principe heb ik bijna aan alle activiteiten die er toen waren wel meegedaan. Toen ik vroeger nog een dikke bandenrace hebben we toen nog uh, met een heel mooi groepje, hebben we toen een Katamara gebouwd. En ja, ja. daarna later we nog met een fietspus toch mee, maar dat was pas vanaf een jaar of 16. Want dat was natuurlijk toen nog wat ouder. Nu is het wat ja. jonger volk met de fietsbuurt toch, merk ja. ik. En met de playbackshow heb ik een paar keer meegedaan. Met de wielerronde nooit. Dat was een, een van de dingen die ik nog moest doen. Maar dat, die, die bestaat niet meer. Dus dat gaat niet meer. Nee. Ja, voor de rest denk ik overal wel aan mee. Ik heb ook uh, toen ik de manier school gezeten met de jeugdprominente uh, zo meegedaan. Dus ja, ja ik... Uh, ja. ja, ik deel overal wat mee. Ja, nou ja, het is ook een, uh, ja, het is ook een ontzettend leuk uh, festival, natuurlijk. Zeker. Met al die activiteiten. Ja. En elk jaar lijkt er wel weer een nieuwe bij te komen. Nou, ja. hebben we de Young Rebels. Ja. Die, uh, maar jij zit, je, je hebt ook een bestuursfunctie al. Ja, sinds een paar jaar. Dus is mij net uh, bekend geworden. Klopt. Eigenlijk. Dat ja. nou, was me niet helemaal. Uh, Duidelijk. Nee. Nee, dat klopt. Dus. Nee, want ja, je ziet altijd de hoofdbestuurders. Dat weet je. dat natuurlijk wel. Je weet wie de, de voorzitter. De handels natuurlijk. Ja. Hans ja, die, van Boer komen En dan, uh, en dan ja. de secretaris. En dan de penningmeester. maar penningmeester. Ook, uh, Benno is ook voor het laatst. Ja, Benno is weg. Uh, nu Leonard Leerland Ja, oké. Okay. Dat is een vriend die, van Benno. Dus die, die uh, wou het gaan overnemen. Dus uh, die is er nog sinds dit jaar weer bij. Ja, nou ja, alles is altijd goed geregeld he, bij dat rondom. Ongelooflijk. Wat, ja. een, wat een geoliede machine eigenlijk, Lars. Uh, nou ja, wij hebben eigenlijk de mazzel dat alle uh, commissies het allemaal redelijk goed zelf regelen. Dus ja. wij hoeven het alleen maar, als er vragen zijn, kunnen ze bij ons terecht. Ja. En zo'n jonge rebels hebben dan wel die net nieuw is, en wat meer studie nodig dat is. natuurlijk logisch. Maar voor, ja. Ja, het, ze doen het al jaren, en af en toe komen er wat nieuwe mensen bij. Dus dat gaat allemaal wel, 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 ja, wel, wel goed eigenlijk. Het gaat een beetje op de medelijke tour. Ja, weet je, mensen uh, die. Uh, die uh, ja, die hebben het gewoon, uh, ja, hoe moet je dat nou zeggen? Die hebben wel door hoe het ze werkt. Ze weten hoe het werkt, ze weten wat er moet doen, wat er gevraagd wordt. Ja, dat is uh, eigenlijk voor het uh, bestuur is het eigenlijk wel, uh, wel lekker, relaxed. Ja, 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 niet altijd, maar. Uh... Nee, 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 want er zijn ook uitdagingen en uh, die zijn soms wel eens niet gering. Nee. Uh, want dat weten we, met, veel mensen weten dat natuurlijk helemaal niet wat er allemaal voor nodig is om nee. uh, zo'n festival uh, te organiseren. Nee, klopt. Als uh, so, je gaat, uh, na, gaat over uh, overleg met een gemeente, met, met, de, met de veiligheidsregio, met... met uh, ja, dat zijn dingen, vergunningen. De tent. De tent heeft nu ook een, uh, is ook een dingetje op dit moment. Hè, want, ja, uh, is nu al geregeld? Oh, is ja. dat is wel heel fijn. Ja ja ik kreeg een belletje dat uh, de tent niet zou komen dit jaar dat ja. is wel handig uh, voor zo'n rondom weekend dat er een tent is ja dat dat daar kan je niet buiten en die man heeft het heel lang gedaan en ja. die, uh, nou was het uh, de kaas uh, nee de zeg je de, de kous was op zeg ja. je dat zo kous was op ik weet het niet de, de, kaas, kaas, was, de kaas, kaas was op de kous was af <laughs> de koek was op de koek La, was op maar maakt het niet uit maakt niet uit maar dat is weer geregeld hey, en uh, ja dus uh, je zit in het bestuur en maar je zit vooral natuurlijk bij degene die de prominente playback, nee prominente playback, play, prominente playback show, mag ik ja, zo, makkelijk. Ja, prominente playback zo, ja. Ja, dat is natuurlijk ook een uh, ongelooflijk leuk uh, ja, onderdeel leuk. van rondom, ja. waar ik echt heel veel mensen over hoor van, nou dat was toch weer lachen en dat was toch weer leuk ja. en die hebben toch dat nou je mensen moeten echt uit de comfortzone. Ja, dat is leuk. En dat is het uh, voor meeste natuurlijk hartstikke leuk om daar naar te kijken, eh? ook hoe dat uh, gaat. Ja. En jij uh, met uh, samen met uh, Bram uh, Ratte? Ja, klopt. Uh, pra praat je dat allemaal aan elkaar? Ja. Dus dit is natuurlijk zo'n zo podcast als dit is natuurlijk voor jou. Nou, eigenlijk een eetje. Nou, <laughs> dit vind ik, ja, maar is het, op de avond zelf vind ik het ook wel uh, weer even spannend dat is Spannend, Ja, maar een paar, uh, twee, drie beats erin is het ergste vanaf en dan ja, gaat het ja, altijd ja. wel. Ja, 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 ja. ja dat is vooral, ik vind het altijd wel uh, spannend, maar als je eenmaal één seconde op het podium staat, dan gaat het altijd wel weer vanzelf, lijkt me wel. Ja. En dat is voordat voordeel dat je met z'n tweeën bent Ja, Op het ja podium. je vult elkaar aan. Ja. En uh, daar waar de ene toevallig even niet helemaal weet... Nou ja, daar uh, nee, vult dat... de andere het aan. En dan uh, komt het altijd goed. En als je... Ja joh, mensen zijn heel erg vergevingsgezind. Ik had uh, Melissa hier. En die, ja, je, je bent als muzikant... Ik ben zelf ook muzikant geweest. Ja, ja je mist wel eens ja. een nootje of een... Uh, oh shit, uh, ik zing twee keer hetzelfde couplet. Oh ja, nee, dit was eigenlijk couplet twee. Oh, ja, ja... Mensen hebben het niet eens door. En mensen, maar mensen zijn ook vergevingsgezind. Ze denken bij jezelf, nou, ik vind het wel knap genoeg dat jij uh, daar staat. Ja, sta. ja, klopt. En dat je ons uh, aan het vermaken bent. Dat is, uh, dus uh, ja, dat, uh, dat, dat is wel een beetje mijn ervaring ook. Ja, zeker. Jouw weekend is natuurlijk best een, uh, een druk weekend. Klopt. Want uh, hoe bereid je je voor op de prominente playback? Ja, dus ik, ja, we, we, het is altijd nog bij de playback zo is altijd gewoon echt een week van tevoren nog echt wel kijken. Hoe lang du duurt het liedje? Uh, wie doet er wel mee? Dan komen nog aanpassingen. Misschien ja. dat mensen toch wel denken. Ik doe nog ander liedje. Ja. Want sommige liedjes zijn wel makkelijk na te doen. Dus dat is best wel uh, de dus week van de woorden gaan. Uh, Bram en ik zitten. Wie doen er mee? Even wel een klein stukje tekst opschrijven. Van wat van die mensen weten. Ja. En wat er over kunnen zeggen. Ja. En dan eigenlijk de middag zelf gaan we nog even met elkaar zitten. En dan even doornemen wat wie ongeveer een beetje gaat zeggen. Ja, het is natuurlijk al heel veel improvisatie. Maar we hebben wel niet dat iemand alleen maar aan het woord is. Want dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Nee. Ja, en dan gaan we gewoon een podium op en dan zien we wel wat schipstrand. En dat gaat nu, tot nu toe gaat het nog elke keer goed. Het, het, schip, <laughs> het schipstrand niet. Nee, het schipstrand vaak niet. Nee, 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 nee. nooit. is nog niet, is er niet gestrand en dan gaat het niet gebeuren. Dat nee, dat gaat niet gebeuren. Ja, je kan een keertje minder avond hebben. Maar ja, het is wel zo. Dat, dat is wel zo. En dan, ja, dat is met het cabaret ook zo. Ja, ja. Je, dit is het. Het is een generale repetitie, bij wijze van spreken. En ja. een uitvoering in één. En je hebt, dit is wat het is. Ja. Het is uh, dan een overdoen. Gaat niet. Je <laughs> nee. kan wel zeggen, de volgende keer doen we het, ja, dan ben je weer het jaar verder. Ja. En dat is het voordeel dat je met z'n tweeën bent. Want ja. ja, ik ben toen gevraagd om Marjan Sturk en deed het alleen. Dat vond ik al heel knap, maar ik dacht echt. Er ja. komt toevallig brand tegen ze nou vind ik ook wel leuk. Zijn. Dat is mooi. Dat gaat mooi met z'n tweeën ja. doen. Ja, ja, zeker, zeker, zeker. Dat is zo geschieden. Zeker. Hey, um, dus, uh, maar goed, dan ziet zo ziet zo'n weekend er uit voor jou uit. Want dan, je bent dan wel aan het voorbereiden. Maar in het weekend, wat, wat, hoe, hoe, hoe beleef je dat weekend als je nu, nu je deze functies allemaal hebt? Nou, ik heb wel, uh, deze op vrijdagavond ben ik dus echt functie presenteren, zeg ja. maar. Dus dat, ja, dat ben ik, dan ben je gewoon de hele avond. Ja, en voor de rest van het weekend, ik ben bestuurslid. Um, maar ja, ik hou ook van een bordeltje. Dus ja, uh, Hans heeft mij toen via terug, denk ik, gevraagd van wil je in het bestuur? En ik zie jou wel als nieuwe voorzitter. Dat heb ik heel lief tegen Hans gezegd, ik wil best in het bestuur. Maar ik wil pas voorzitter als ik een jaar of zeventig ben. Want ik, ja, ik wil gewoon <laughs> ik wil, ik wil lekker een, een drankje doen, <laughs> zeg maar. Dus in principe voor de, het weekend ziet er voor mij niet ja. heel anders uit als normaal. Kijk, je ja, wordt wel eerder voorzitter, want het <laughs> zo lang gaat, zal het niet. Meer nee, dat dan. denk ik ook niet. Nee, dat denk ik ook niet. Nee, dat gaan we zien. Nee, maar ik wil gewoon niet. Ik wil wel gewoon mijn eigen ding kunnen doen en niet. Uh, ja. ja, ik hou natuurlijk wel een beetje rekening mee, want je bent bestuurslid. Mensen weten dat ook. Dus het is ook niet de bedoeling dat je laveloos uh, op de grond ligt bij spreken. Dat gebeurt ook niet, maar. Je hebt wel een bepaalde functie. Ja. En ja, daar moet je wel een beetje ja. rekening mee houden. Ja, jij bent nog een jonge hond. Hè? Dus uh, ik kan me voorstellen dat je denkt, ja, ja, maar ho, ho, ik ga nog even lekker. Ik neem nog een biertje. Ik neem nog een biertje. Want ja. Dat zeker. En uh, weet je, uh, kom op, dit is uh, voor mij ook feest. En uh, ik, ik laat nou gewoon alle teugels even los. Ja. Aan de andere kant, uh, er komt op een gegeven moment ook een. Kom je ook in een leeftijd dat je denkt bij jezelf, nou. Ja, weet je, want je herstelt natuurlijk op een gegeven moment ook wat lastiger. Ja, en de maandag moet je ook nog, hè? En, en er is nog een maandag, en dan wordt het op een gegeven moment ook weer dinsdag, en dan wil je niet helemaal. Uh, kijk, ik moet eerlijk zeggen, ja, als ik me helemaal laat gaan, ja, dan heb ik er toch echt nog wel een paar dagen flink ja. last van. En dat heb ik er niet voor over. Want dan ben ik gewoon, ja, niet meer uh, wie ik zijn wil. Nee, snap ik. En dan, uh, of vermoeid of zodanig uh, dat ik denk, ja, man, ik kan helemaal, ik ben, functioneer niet meer. En dan. Nee. Uh, ja, dat is me dan één keer overkomen, uh, een paar jaar terug, dat ik dacht van shit. Het was toch wel heel gaaf. Het met trouwens niet met uh, rondom, maar met de comedy night. Oh ja. Maar ja, ik had er zoveel last van dat ik dacht van nou... Dit doe ik ben, je, uh, je doet gewoon even normaal. Ja. En je mag rust nog een biertje drinken. En, en je mag rustig nog een paar biertjes drinken. En je mag nog een tien drinken ook. Maar daar stopt het wel. Ja, je moet niet te gek. Daar stopt het wel. Nou, daarom, ik ben altijd heel blij met die maandag, de draverij. Want die, dat vind ik eigenlijk... Een van de mooiste dagen van het jaar. dat ja. ik denk van die moet ik ook nog meemaken. Dus ja, Natuurlijk. Hou ik hou er toch vrijdag, zaterdag, zondag wel een beetje rekening mee. Dus ik, uh, ja, dat, daar ben ik wel blij mee. Zeg maar. heel, heel verstandig. Ja, wel hè? He? Heel verstandig. Verstand komt met de jaren, Verstand komt met de jaren, zeker. Ja. Heb je wel eens een editie moeten missen een, 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 dat je er niet bij was? Dat je nee. niet kon? Nee. Nee, dat nee. gaat maar niet gebeuren. Nee, nee, ik, nee, ik ga niet gebeuren. Nee, ik heb één keer meegemaakt. Ik werkte ook bij vroeger nog bij Deen. Ja, en toen moest je vrijvragen voor nou, ja, dan moest je zeg maar op tijd vrijvragen. Dat dus was 1 januari, dus ik had ja. meteen een aan, aanvraag. Aan zaterdagavond ja. uh, ben ik vrij wat moet meedoen met de fietspuzzel. Uh, dit ja. was ik een jaar of 18 of zo. Ja, 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 ja. Nou, dat werd toen uh, anderhalf maand van tevoren. Kreeg ik, uh, ik kwam de, de manager naar toe. Ja, het gaat niet wat meer mensen hebben het gevraagd. Ja, maar ik, zeg, ik was toch de eerste. Ja, maar zo werkt het niet. Oh, dus uh, ik zeg, oh, nou, dan weet ik genoeg. Ik zeg, nah, dan uh, kom ik gewoon niet. Nou, dat zien we nu wel weer. Dus toen ben ik naar huis gegaan. Dus ik naar nee, mijn moeder. Zeg, mam, ik zeg dit is het verhaal. zegt, jongen, blijf maar lekker thuis. Dan ga je toch lekker niet. Dus toen dat heb ik gezegd. Dus ik ben er ook niet meer heen gegaan. Maar ik hoefde ook voor mij ook niet meer te komen daarna. Nee. Maar ik had gelukkig al wat anders. Ik kom er wel goed uit. Maar ik ga het niet missen. Er moet er nee. wel echt iets heel speciaal zijn. Ja, precies. Ja, ik, ik, uh, ja. ja, ja. Nou, mijn uh, moeder overleed uh, in, in 85. Was het nog voor het uh, Rondom Festival. Ja. Uh, de vrijdag voor de draverij, ja, toen oh, ja. ben ik niet uh, te draven geweest. Nee, dat snap ik. Dus uh, dat zijn van de dingen, daar kan je er niet omheen. Nah, daar zit je, niet, oh, ja, daar je, dan, niet je dan, dan Nee, nee dat, dat voegt niet. Dat voegt nee. niet. Nee. Ik kan je me best voorstellen dat je dat je dat je even stoom af wil blazen. Ja. Ik, weet, ik weet nog dat jouw moeder ook zo ziek was nog met de draverij. Dat ja. ze nog, uh, Die wilden was... nog één keer wilden ze het uh, toch wel meemaken. Zeg ja, man. maar ja. het zegt ook wel genoeg als je zo ziek bent en toch nog. Uh, ja toch nog een keer wil meemaken. Ja, ja, ja. De, de, we denken daar uh, nou ja, met weemoed aan terug. Zeker. Ja. Goed. Um, ja. Maar ja, het leven gaat door. Ja. Gelukkig wel. Gelukkig wel. Voor ons dan in ieder geval. Ja. En uh, ja, je hebt. Uh, je, we hebben ook al gevraagd. Van, ja, natuurlijk hebben we al gevraagd van jouw leukste onderdeel. Wat vind jij eigenlijk het echt leukste onderdeel? Wat vind ik het leukste onderdeel? Ja. Van rondom. Ik moest zeggen dat ik het aantal jaren geleden... Zeg maar, voor de coronatijd vond ik het de zondagmiddag. Ja. En, uh, en zondagmiddag is het muziekfestival. Ja. Dat je toch zeg maar, met... Ja, je staat op dezelfde plek in de tent. En je weet precies... Dat is altijd standaard. Als je die zoekt, die staat altijd in die hoek. En ja, het is allemaal een beetje... Je ziet weer mensen die het hele jaar zeg maar, niet spreken. Ja. En ik moet zeggen dat ik het laatste verjaardag dat minder vind. Uh, niet het muziekfestival zelf, maar op een of andere manier is het lijkt me iets minder druk of zo. Mm -hmm. Dus... Um, ja wat vind ik het leukst ja, het, het, het valt er staat ook een beetje het weer kijk ik vind vrijdagavond natuurlijk fantastisch zaterdag met het is mooi weer het is natuurlijk ook gewoon leuk ja, ja dus eigenlijk... doe, je dan, doe je daar nog aan mee aan de ja fietsen? zeker oh. ook nog <laughs> ja ik heb een vol weekend hoor nou <laughs> ja, ja dus ik vind eigenlijk alles wel leuk ja en, uh... nou dat is ook zo ja dus en heb je fiets want een van de uh, hiervoor de nieuwste onderdelen was natuurlijk de uh, stadsquiz. ja doe je daar ook aan mee ja natuurlijk ook nogal mee. Vorig jaar voor het eerst trouwens. Met de familie. En nu maar doen we weer mee. Dus, uh, het is uh, moeilijk om ertussen te komen. Ja. Vorig jaar waren we de eerste inschrijving. En dit jaar de tweede. Dus, uh, dus mijn zusje doet toch wat goed. Dus, uh, ja. Dus ik weet hoe ze dat van elkaar krijgt. Nee, maar dat doen we ook al mee. Met de hele familie. Dus ja. uh, ik doe alleen niet mee met de street tour donderdagavond. Hey, okay. Ja, oké. Dat kent gek ook. Ja, ja, ja. Moet ook een rustmomentje pakken. <laughs> hey, even kijken hoor. Ja, ik, ik ben het ook met je eens. Er zijn zoveel leuke onderdelen. Ja. En 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 voor iedereen is er wat hè voor de jeugd, ja. midden uh, Nu hebben ze echt specifiek natuurlijk de Young Rebels uh, ingevoerd. Ja. We zijn ook heel nieuwsgierig hoe dat uh, hoe dat gaat. Ja, zeker wij ook. hebben natuurlijk weer. Stadsprins uh, komt er weer aan. Ja, die hebben gewoon ongelooflijk veel pech gehad ja. de laatste paar jaar met uh, met echt ja toch zodanig weer dat het uh, niet kon. Nee. Hoewel Margot dus het eerste jaar wel aangaf dat ze dat ontzettend leuk vond dat het toen in de tent, tent was. Werd, uh, was. Ja. En dat was wel wat kneuterig en wat, 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 wat compacter allemaal, maar wel ontzettend leuk. Ja. ja, dat vonden wij ook wel leuk. Alleen het kwam niet helemaal uit met het muziekfestival, want ja, die moesten voorbereiden. En dus dat, ja, dat ging gewoon niet echt. want nee. dat gaat gewoon niet. Nee. Dus we, we hebben nu gewoon mooi weer op de zondag en even uh, twintig. Uh, dus we kunnen lekker naar met z'n allen naar de stad binnen. Ik hoop het. Ik hoop het ook. <laughs> Ik hoop het, want ja. ik gun die mensen echt heel erg dat ze. Ja, wij dat ze want ze, ze doen er ook hun steken er heel veel tijd in. Ja. En als het dan uh, steeds in het water valt, ja, dan bouw je ook niks op. Hè? Nee, dan wordt het heel heel lastig. Dan wordt het heel lastig. Maar dus dit jaar gaat het goed komen. Ja, we dus gaan ervan uit. komt allen. Hey, um, Oké, okay, nou dan is alles weer voorbij. Ja. Hoe voel je je dan? Dan is het dinsdag. Want eigenlijk die draverij die hoort er ook bij natuurlijk. Ja, die pak ik ook gewoon bij. Ja, ja. Ja, dinsdag word je wakker. Ja, dan denk je ja, het is wel weer voorbij. Ook al weer blij, denk ja, ik. Duizend oren. Ja, dat ook. Mijn moeder is altijd geen, uh, geen beeld, wel geluid zeg maar. <laughs> <laughs> nou ja, dus nou ja, dan is het weer voorbij, maar dat ik zeg het is ook wel weer lekker hoor. Ja, denk ik dan van dus dinsdag en dan ja, want het is een uh, te vol programma. Ja. Uh, en uh, laten we eerlijk weten, hartstikke leuk. Maar uh, ja, het is, het is ook uh, vermoeiend. En, uh, en je, ja, weet je, wat, wat jij ook aangeeft met zo'n muziekfestival. Maar ja, dat zal je op de draagvrij ook hebben. Zoveel mensen die je dan één keer per jaar spreekt. Ja. Of, uh, of misschien toevallig uh, één keer in de vijf jaar of zo. Ja. Dus je, je kan nooit iedereen altijd maar uh, weer zien. Het is ook een beetje, uh, dat toch een beetje reunieachtig uh, gebeurt. Ja, dat, ja dat, dat, dat vind ik, op een zondag heb je dat dus heel erg. En dat vind ja. ik juist wel leuk. Ja, klopt. Want kijk, diezelfde kopper die aan het weekend uh, aan de bar is bij de Brouwerij bij ze spreken, nee, Dolletje, Nee, maar je ziet een keer wat iemand anders. En dat, is, dat vind ik juist, dat maakt het juist heel erg gezellig en leuk. Ja, klopt. Ja. Klopt. Hey, en uh, nou ja, uh, het hele festival wordt natuurlijk gedragen door vrijwilligers. Ja. En uh, kan je aangeven wat het belang is van vrijwilligers voor dit uh, festival? Nou ja, als er geen vrijwilligers zijn, dan ging het hele feest gewoon niet door. Zo simpel is het. Ja. En uh, het. zijn allemaal is die vrijwilligers zijn en ik heb geen idee hoeveel wat de aantallen zijn Hans van, Hans van om onze voorzitter weet het volgens mij precies hetzelfde ja dus die moeten we gewoon hebben als die er niet zijn dan, dan is het, gaat het feest gewoon echt niet door nee. en, uh, daarom is het belang van vrijwilligers ook heel heel belangrijk en daarom doe ik het zelf ook ja kijk uh, mijn vader en moeder deed het ook altijd mijn vader is voorzitter van dek geweest en mijn moeder die was zat in de straatcommissie uh, ja. ja die hebben nooit gezegd van je moet het doen maar dan word je toch wel met iets opgevoed. Ja, tuurlijk. Dus uh, ja, mijn zus zit ook in de Probex Show. Uh, mijn zusje zit bij uh, FC ik in het bestuur. Ja. ja. Ik vind gewoon dat het heel belangrijk is. Kijk, en het zijn, wat ik wel vind, het zijn wel heel vaak dezelfde mensen die het doen. Ja. Dat vind ik dan wel weer jammer. Ja. Kijk, iedereen even druk. Maar ja, weet je, het, het weekend moet ook doorgaan. Dus als je dan een uurtje per maand vrij maakt voor het festival of het uh, rondomfeest uh, uh, ja. te maken, dan moet je dat gewoon doen. Maar goed... Misschien dat er nu wel meer mensen komen, maar want vrijwilligers heb je nooit genoeg. Dus, uh... Ik, uh, Peter Botman uh, had het over 250 vrijwilligers. Ja, maar... Die aan het, maar goed, uh, ik weet niet of hij bijvoorbeeld ook de mensen die dan de straten versieren meetelt. Die doen dat ook natuurlijk op uh, ja. vrijwilligersbasis, vinden ze leuk. Ja. En uh, zo zijn er waarschijnlijk uh, zijdelings nog veel meer ja. mensen betrokken. Ook... Ja, er zijn ook mensen die zeggen, ja, ik, 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 ik voel me daar niet in thuis, ik voel me daar niet op mijn gemak. En, uh, uh, Snap ik hoor. Uh, aan, de, aan, aan de andere kant denk ik van ja, ja, je moet soms wel eens wat uit je comfortzone en uit mm -hmm. je lauwe stoel, bij wijze van spreken. Ja. Want het brengt wel heel veel. Het brengt heel veel. Voor jou als uh, vrijwilliger uh, krijg je misschien toch uh, kennis met, met andere uh, methodes of andere mensen, andere uh, onderwerpen die je uh, anders misschien niet uh, zou uh, ja, tegenkomen. Klopt. En ja, dat verrijkt jezelf. Ja, je, je, je breidt gewoon je, 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 je leven wat uit. En, uh... Precies, en je, je kan je horizon verbreden. Dat zeker. is inderdaad ook uh, een heel belangrijk uh, aspect. Ja, zeker voor jezelf. Dus, uh... Ja, en, uh, maar ook voor de leefbaarheid van de, de omgeving. Ja. Want, uh, nogmaals, ja, als dat niet zo zou zijn, dan zou er geen uh, rondom festival zijn. Dat zou toch wel heel erg jammer zijn. Dat zou heel jammer zijn. Want het is ook echt gewoon, ja, net als de dravenij. Ja. Het wordt een soort van immaterieel erfgoed straks ja, dat, in, de, in de toekomst. Dat denk ik wel. Ja. Zoiets, of, of, of dit soort type, kijk, de kermis is dat ook al. Uh, het zijn wel volksfeesten die, die, die een, een omgeving maken. Zeker, die moeten er zeker blijven bestaan. Het wordt, het wordt tegenwoordig al wat moeilijker om feestjes te organiseren met ja. alles wat er in de, in de omgeving gebeurt. Maar ja. iedereen is druk genoeg. Ja, als nee, zeker. Ik, als je kijkt naar mezelf, ook dan heb ik elke het wel, wel wat. Je wilt dat wil je zelf natuurlijk ook, maar ja, je merkt gewoon dat het ook te kost gaat van andere dingen. Ja, en dat moeten we wel voor oppassen dat, je, dat we daar wel rekening met z'n allen mee houden. Ja, dus uh, als jij dit uh, hoort en luistert, dan uh, meld je aan als vrijwilliger. Dat kan uh, gewoon via de website uh, rondom ja. Zeker. En uh, dan kan je gewoon mee helpen. En doe iets wat je zelf leuk vindt, maar of leer iets wat je nog nooit gedaan hebt. Ja, ja weet ik veel. Zou kunnen allebei jezelf maar. en alles helpt. En als je kan tillen, kan je ook. Uh, Robert Spoelstra was hier ook uh, van de week, natuurlijk. Oh, ja. Als je kan tillen, dan kan je meehelpen. Ja, nou, ja. Ja, ja, dat klopt. Heb je helemaal gelijk. Nou ja, dat maar soms uh, kan je ook gewoon. Uh, soms moeten er ook testen al ingeschreven worden, of weet ik het wat. PR, nou noem maar op. Iedereen uh, kan zo zijn uh, taak oppakken die hij ook leuk vindt om te doen. Voor iedereen is het echt wel uh, wat bij rondom. Ja. Hey, uh, dus allemaal vrijwilliger worden. Allemaal. Nou, allemaal. Ja, op zich, dan zijn we wel klaar ook. Ja. <laughs> ja. Er geen uh, vrijwilligers meer te werven. Nee, nee. Hey, en uh, wat, wat is... Ja, je hebt net al een anekdote genoemd over het feit dat je opgesloten was. Ja. ja. Heb je nog een andere uh, anekdote waarvan je zegt van... Nou, jeetje, dit is... Ja, dit is echt... Het was zo hilarisch. Ja, uh, ik... Ik lag al het hele weekend, dus ik moet even denken wat ik nog mooie verhalen. Ja, u mag er zo op terugkomen. Ja, ik kan nog niet de 1, 2, 3 uh, wat verzinnen, zeg maar. nee, maar dat, dat hoeft ook niet. Nee, dat hoeft niet hoor. Nee, maar wat uh, het thema dit jaar dat is, is uh, vakantie. Maar ja. uh, ik vroeg me heel even af um, wie uh, verzint dat thema. Nou, dat gaat tegenwoordig uh, gaat in combinatie met de street tour en de uh, puzzelrit, de PUCOM. Ja. En wat wij nu voor het tweede jaar gedaan hebben, is dat we alle commissies vragen om drie thema's in te sturen. Ja, dus dan kom je uit op een thema. Of nu liggen voor mij 36. En dan de, de Stito verzint er nog wat. En de, de PUCOM verzint er nog wat. Dus ja. we hebben echt wel een uh, 40-50 thema's. thema's of zo. Oké, okay. en dan, uh, dan heb ik met de PUCOM even, uh, even contact. En dan, ja. als, nou, dan gaan hun een beetje uitfilteren welke hun de drie leukste vinden. En dan is op, de, op een avond in Sint-Pieter, mogen dan uh, alle straten van de, van de PUCOM en zeg maar, de STITU mogen langskomen en dan mogen die stemmen op de drie uh, thema's en de winnaar, die, uh, dat wordt het zeg maar. Ja, dus, dus de PUCOM bepaalt welke drie er ja. eventueel genomineerd zijn ja. en, en, en dan wordt er een keuze gemaakt uit die ja. drie, ja. want het is natuurlijk ook ja uh, sinds, ik weet niet hoe lang die thema's al bestaan, maar sinds ze echt een serieuze rol hebben, zeker ook al 30 jaar denk ik. Dat weet ik wel zeker, ja. Uh, misschien wel van metafaan, dat weet nou, ik volg niet. Volgens mij precies. van metafaan, maar dat durf ik ook niet precies ah, te het, het, zeggen. Het, 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 vooral dat de thema's echt een, een rol krijgen in het eigenlijk de hele uit, het hele ja. uitdragen van het hele festival. Ja. Zoals met, 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 de, met de straten, hoewel de straten vaak ook eenzelfde uitstraling nemen. Klopt. Maar goed, uh, je ziet natuurlijk wel dat iedereen zich verkleedt. Uh, nou ja, nu Naar als vakantie als Ja, vakantieganger, denk ja ik. klopt. Ja, er wordt wel, uh, wordt wel aan gewerkt, zeg maar, de uh, her en der. Dus dat ja. is wel leuk. Hey, en uh, als je zelf op vakantie gaat, wat, wat doe je dan? Waar ga je dan naartoe? Uh, be, want ja, ik, ik ben zelf ook single. Ja. Oh, ja ik, ik ben single en ik ga eigenlijk in mijn eentje niet zo snel op vakantie. Nee, ik ook niet. Nee, ja, nee, ik ben dit er ook niet echt weg geweest. Ik ben wel dagen weg geweest uh, naar Limburg en uh, uh, naar een nachtje Utrecht. En uh, naar, uh, naar Brugge en uh, naar Frankrijk, naar Rijms even nog twee nachtjes. met dan ja. was met een collega dan toevallig. Ja, ja ik ga vaak met vrienden. Ja, ja, die hebben dus vaak een, een, een relatie. Een, een relatie. Dus dat is, uh, maar dat is prima natuurlijk. Maar we zijn een paar ja. jaar terug naar Italië geweest. En uh, ik, ga of, ik ga nog één keer, twee jaar windsporten. Ja. Vorig jaar ben ik nog naar Frankrijk geweest met een familie joh, naar de Alduzès. Dus ja. ja, ik doe eigenlijk ja. van alles wat, zeg maar. Dus. Ja. Maar ja, als je straks een relatie hebt, dan ga je dadelijk mee op ja. vakantie. Ja, ja. ja, dat is wel de bedoeling. ik. Ja, ja dat weet ik en en waar, waar ga je dan het liefst heen? Op de wintersport of op de zomer, uh, zomersport? Want jij bent wel sportief man. Ja, ik, ik doe pas windsport sinds een jaar of vier. Oké. Okay. Dus ik ken het niet zo uh, heel lang. Um, ja, ik denk dat ik dan wel voor de, voor de zomervakantie denk ik ga. Ja, top. Maar ja, ik twijfel wel. Ik denk dat het 50-50 is. <laughs> ik kan ook waterskiën. Uh... Ja, dat is waar. Dat is ook weer zo. Ja, nee. nee en ik vind Italië een heel mooi land. Ben ik ben er een paar keer geweest. En um, ja. daar zou ik graag weer naartoe willen, zeg maar. Ja, ik ja. vind het wel warm, hoor. Ja. Gewoon een, dus, uh, gewoon een zwembad erbij en dan. Uh... Ja, dat, 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 dat was er wel aanwezig. Ja, lekker door. Ik, ik, het is de laatste keer dat ik daar was, was in uh, 2021. Toen ging ik nog uh, met uh, Peter Botman en de en de kinderen. Ja. En dat was eigenlijk wel de laatste keer, want uh, mijn dochter was toen 21 geloof ik. Ja. Dus die uh, die zou nog wel willen worden, denk ik. Maar ja, ik vind het wel ergens contact hier en daar. Ja. Dat houd ik erop, hè? Ze moeten zelf maar. Uh... Of, of zelf de bankjes doppen op vakantie. Precies. <laughs> dat doe je goed. Nou ja, SM die hebben uh, een, tegenwoordig een relatie. Dus ja die, uh, ja, die hoeft ook niet meer met z'n vakantie. Nee, te nee. Midden. Maar goed, ja, voor mezelf uh, ben ik ook niet. In, in je eentje ga je niet zomaar. Uh, ja, wat moet ik dan? Ja, moet je zo met zo'n zo groepsreis of zo? Ja, dat, dat, ja, dat wordt toch ook niet? Oh, ik weet het niet hoor. Wow. Nee. Dat wil je toch ook niet? Nou, denk ik, in ieder geval, uh, ik denk dat ik me best wel zou manifesteren in zo'n groep. Maar. Ja, dat denk ik ook wel. Maar ja, je moet het wel willen. Ik, uh, nee, ik slaaf over. Uh. Weet je nee. toch? <laughs> nee, maar dat snap ik. Ja. Hey, en, uh, maar goed. Uh, nou, heb ik nog iets. wat ik niet besproken heb. dat je zegt: van, Nou, po, verdor, ja, dit, dit is toch wel iets wat ik nog wel eventjes. de revue wil laten passeren? Uh, nee, dat iedereen gewoon. Uh, Lekker een gezellig weekend van moet maken. En, uh, ja. Ja, hou het leuk. Ja, hou het leuk. Komt alle. Word vrijwilliger. Ja. ja, dat is het, hè. He. Denk lekker een biertje met z'n allen. En uh, straks hebben uh, we uh, een heel leuk magazine. Waar ja. Daarheen kunnen we worstelen. Ja. kijk er ook even lekker in. En daar staat het programma in. En daar staan leuke foto's in collage. En weet ik het wat. Nou ja. een hele leuke mensen in het magazine, heb ik gezien. Ja. Zeker weten. Top. <laughs> en uh, ik moet eerlijk zeggen, ik vind het ook heel belangrijk dat we de vrijwilligers kunnen eren op deze manier. Ja. Dat we ze een mooi uh, plekje kunnen geven. Ja. Uh, dat we ze op die manier ook heel erg kunnen waarderen. Ja, zeker. En, uh, en dat het ook belangrijk is dat jij je als vrijwilliger ook aanmeldt. Ja. Goed, nou, um, dan uh, houden we het voor gezien. Dank je wel. En dan gaan we de eindtune uh, inzetten. Top. En dan. Uh, wil ik jou heel erg uh, bedanken voor, uh, nou, voor je komst en voor dit gesprek. Graag gedaan. Tot de volgende keer. Hè. Dankjewel. En wie weet vervolgen we het nog een keer. Yes, ja. Dankjewel. Ja. Lijkt wel leuk. Dankjewel. Uh, en uh, mensen, heel erg bedankt voor het luisteren. Tot de volgende You Made A Blik podcast. Arrivederci.